De gemeente Nijmegen legde vrijdag een tour af langs verschillende verzorgingstehuizen. Hierbij werden gladiolen uitgedeeld die normaal gesproken voor de Via Gladiola bedoeld waren. Nu gaan de bloemen naar zorgmedewerkers, want zij hebben deze opsteker natuurlijk dubbel en dwars verdiend. Ja, super. Hartstikke enorme mooie prestatie. Heel anders dan een vierdaagse lopen. Volgend jaar hoop ik echt dat dat weer kan. Dat weten we niet. Maar vandaar dat we samen met het vierdaagse bestuur de bloemen uitdelen aan de zorgmensen. Omdat zij ook het enorme applaus verdienen. Natuurlijk kunnen niet alle gladiolen persoonlijk worden bezorgd. Maar het doel is wel om alle tehuizen van gladiolen te voorzien. Ja, het lukt niet om alle verzorgingshuizen te komen. Maar die krijgen allemaal bezoek van de fietscourier vandaag. En die krijgen ook een bosje bloemen met een bedankkaartje. En de rest hebben we verdeeld over de bestuursleden, gekoppeld aan de burgemeester en aan de wethouders. En die zijn in koppels, net zoals ik, met de wethouder zorg hier aanwezig was, op pad. De gladiolen zijn voor het verzorgingstehuis Sint-Jozef-Klooster een schrale troost voor het missen van de Nijmeegse Vierdaagse. Ja, heel jammer. Vooral voor deze mensen die hier in het klooster wonen. Het is toch een traditie wat nu weggebleven is. Er zijn ook bewoners die het zelf lopen. Ja, een enkele. Maar ook in dit geval kon dat helaas niet doorgaan. Dus we merken het wel. Ondanks de lastige maanden die achter de rug zijn, kijkt het personeel van Sint-Jozef-Klooster toch terug op een relatief gunstige periode. Nou, voor ons, wij zijn het enige thuis wat corona-vrij is gebleven, gelukkig. Dus voor onszelf is het wel aanpassen geweest natuurlijk. Verder niet heel erg beschermde kleding. Op momenten af en toe in de zorg zelf. Maar voor de rest zijn wij huiselijk gekleed. Ook de wethouder zelf heeft een achtergrond in de zorg. Ze leeft dan ook extra mee met het personeel en de bewoners. Elke keer als ik dan Mark Rutte op de televisie hoor zeggen dat bewoners nog geen bezoek mogen ontvangen, dat heb ik zelf ook wel ervaren. Ik ken natuurlijk heel veel mensen in de ouderenzorg. Denk ik van ja, die lichamelijke gezondheid is belangrijk, maar de mentale gezondheid is ook heel belangrijk. Dus en ik hoop dat we, als er ooit een tweede golf komt, dat we die balans wat beter gaan zoeken. Na het bliksembezoek aan de Kerkstraat in Nijmegen gaat de tour snel verder naar het volgende tehuis.